trein van de atletiekvereniging Castricum aan de Zeeweg, waar ik met Blijf Fit een groep van circa 20 mannen tussen de 55 en 85 de duin in ga. In deze korte film wil ik u met deze mannen kennis laten maken. We lopen in 3 disciplines. Mannen die nog goed kunnen hollen, een tussengroep die het wat rustiger aan doet en een groep die niet mag of kan hollen. Ik probeer de eenheid te houden zodat we na iedere opdracht weer bij elkaar zijn. Bewegen is onze doelstelling. Dus was je eens een talentvolle hardloper en mis je de beweging, sluit je dan aan bij onze groep. Er is niets om je te schamen als je geen prestatie meer levert door de eerste te zijn. Na de training is er gelegenheid tot een potje straatvoetbal van circa een half uurtje, wat de gezelligheid bevordert. Hans, hoeveel jaar ben jij nu lid van Blijf Fit? Inderdaad, vanaf mijn 41ste al lid van Blijf Fit. Omdat er ook bij ons in de straat een aantal bij Blijf Fit zaten en dat leek me wel wat. En in die tijd zijn er eigenlijk niet zo heel veel mensen bijgekomen. Eigenlijk alleen maar af. Hè. Nederland vergrijst, maar Blijf Fit ook, helaas. En een beetje reclame voor ons, want we blijven er wel gezond bij. En wat is er lekker dan hier in de duinen lekker even rondhossen een uurtje. Dat is prachtig. Hè. Dat wil iedereen wel. Maar je moet op zaterdag een beetje vroeg op. Je moet vroeg op. En wat is eigenlijk, wat was vroeger eigenlijk ons hoogtepunt altijd als we gelopen hadden? Als we gelopen hadden, gingen we een potje voetballen. En er zaten echt een paar goede voetballers bij. Zelf heb ik dat ook nog tot mijn 38ste gedaan of zo. Dus daar zaten goede voetballers bij. Eentje kan ik me herinneren, die had zelfs in het tweede van Ajax nog acte de présence gegeven. Dus dat was hartstikke goed voetballen. Maar dan speelden we wel 10-10. En als je nu kijkt, zijn dat er inderdaad toch een stuk minder. En een laag, 2, hoog, 2, en laag. En stoppen, en gooi even boksoefening staan. Denk erom, links, rechts en een hoek en een rechterhoek en opstoot, opstoot, hup, hup en een duikstoot, hup. Goed ballen, dat waren de oefeningen van Sean. Nou, jullie weten het. Jan, hoe lang zit jij hier nou al bij Blijf Fit? Ik denk 35 jaar. 35 jaar, ja. Dus ik heb met Nelis Wokken nog en zo ook getrimd en zo. En toen ging het wel veel sneller, moet ik eerlijk zeggen. Het ging sneller misschien, maar wat vond jij nou zo leuk in het Blijf Fit? Gewoon een gezellig clubje, lekker ook een beetje praten onderdoor. En weet je wat het erger was? Er is sociale controle. Dus als ik een zaterdagochtend niet geweest was en ik kwam bij slager Admir aan, dan kwam ik Dick Onrust tegen en zei hij, waarom was je er vanmorgen niet? Dus ja, zo word je erbij gehouden. Hè? Een beetje sociale controle, leuke contacten, een beetje praten. Ja, leuk. En je bleef nog een klein beetje fitter ook dan anders. Ik geloof dat we nu ook een van de voetballers hebben bij Blijf Fit. Ik? Nee joh, ik heb eigenlijk nooit gevoetbald. Maar ik deed wel mee en dat was gewoon voor de lol, leuk, gezellig. En ik lag, na een sprintje lag ik helemaal uitgeput op het veld. Hè? Dus je wil ook zeggen, van, je hoeft geen voetballer te zijn om toch geen in het spelletje achteraf te hebben. Daarom, gewoon met de jongens, leuk, met elkaar, weet je wel, lachen. En als ik dan toch een keer een doelpunt maakte of iemand voorbij ging, ja, dan was het hilariteit natuurlijk, want hoe kan dat nou? Heren, mag het even kort, want we zitten in een belangrijke wedstrijd. En we staan met 1-0 achter, dus het moet even gecorrigeerd worden. Wat hoor ik nou, Kees? 1-0 achter. Ja, het is even misgegaan. Ja, we hadden even de wind tegen, maar we maken het weer goed hoor. Kees, jij bent een Blijf Fitter, maar jij hebt wel wat meer gedaan dan alleen een beetje Blijf Fit. Ja, ik heb vroeger ook nog hard gelopen. En geschaatst. Ik heb 2 keer de Elfstedentocht geschaatst en ik heb 2 keer een marathon gelopen. En een bendenrace een keer gewonnen. Op de fiets in Santiago geweest, dus een hoop sportieve prestaties geleverd. Maar nu is het mooi en zo blijven we gezond en we blijven fit, dus hier blijven we het voor doen. Dus ik begrijp, als je dus uitgelopen bent op niveau, kan je altijd bij Blijf Fit? Ja hoor, dan blijf je gezond. En dan, het is ook voor de gezelligheid en de sfeer, dus ik zou het iedereen aanraden, kom erbij. Mensen bijkomen, want dat zou toch wel even leuk zijn als er weer wat meer mensen meehollen.
Er staat geloof ik ook nog een bos bloemen ergens te wachten. Daar. Oh, daar, kijk Els, die hoort er dan natuurlijk ook nog bij. Oh. Kijk, alsjeblieft. En we doen net of er corona niet is geweest, hè? Tot ziens. Oké, alsjeblieft. Jan, wat zou jij tegen de groep ouderen willen zeggen? Doelgroep zal ik maar even zeggen. En dan denk ik, dit is leuk. Dit geeft je ruimte om op je eigen niveau bezig te blijven. Dus ik zou zeggen, beweeg en heb sociale contacten.